Rijkswaterstaat is sinds kort begonnen met de aanleg van de eerste funderingspalen. En aankomende maandag gaat de bouw van de hellingbanen aan de westelijke brug van start. We staan in Groningen bij de Gerrit Krolbrug. Daar zijn we aan het funderen momenteel. Er komen hier 20.000 fietsers per dag langs. Ja, het zorgt wat voor opstoppingen. We zijn hier van plan om hellingbanen te gaan realiseren. Ja, het is het eerste project van Rijkswaterstaat wat we realiseren. Ja, ze hebben hier best wel gekeken naar verschillende mogelijkheden qua funderen. Ja, uiteindelijk kwam de schroeffundering als beste naar voren. Ja, dat is voor ons natuurlijk wel een opsteker om te zien dat ons systeem ook voor dit soort projecten ingezet zal worden. In verband met de zachte grond hier moeten we helemaal door alle zachte lagen heen naar 13 meter diepte funderen. En omdat die bovenlagen zo zacht zijn, zijn we voor de horizontale stabiliteit ook nog weer voorziening nodig. Dat doen we door het middel van een HKV, dat is een horizontale krachtversterker. Die zit om de buis van de schroef heen en die vangt de horizontale stabiliteit op. En de schroef vangt de drukbelasting op in de vaste grond. In totaal 91 funderingen van 12,5 à 13 meter.